Yo, ik ben Mo. Ik ben Morris. Samen zijn wij. Boris. Tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. We zijn hier vandaag met... Petrus. Stel jezelf even voor. Ik ben Petrus. Ik ben regisseur, YouTuber, ondernemer en een hele geinige jongen. Hallo! En ja, ik doe mee met de video vandaag. Ja, gezellig. We gaan de vieze gedachten challenge doen. How dirty is your mind challenge? Ja, die. En we hebben 12 foto's. Hoe oud zijn jullie? 16. Oh, dan zijn die vieze gedachten zijn net aan de fabriek. Ben jij vieze net aan ons? Wat zijn je verwachtingen? Wat zijn je verwachtingen? Zijn wij vieze dan jou? Jullie zijn vieze mannetjes. Smerige mannetjes. Oké, okay, dan. Nou, ik denk maar ja, ik ben nog sorry. Ja, ik kan het gewoon, ik kan het aanzetten. Als we nu een dirt, how dirty is your mind challenge doen en jullie willen dat er iets dirt naar buiten komt, dan kan ik ook goed ervoor zorgen. Je moet winnen. Degene met de vieze gedachten is een vieze mannetje aan het einde. Dus. Oh, maar die wint dan? Ja, nou, degene met de minst vieze gedachten die heeft gewonnen. Oh, dan ga ik helemaal niks zeggen. Nou, nou, je moet wel wat zeggen, maar... Boten, rozen, baby's. Nou, wat we dus gaan doen, 12 vieze... Die seks hebben, Ocean Ginkgo. Ja. Gaat niet goed. Maar goed. Als baby's met elkaar seks hebben, mag dat? Grap. Wat? Is dat een goede vraag? Wat? Als baby's? Met elkaar zelfde leeftijd, met elkaar seks hebben. En ze vinden het ook chill. Ja, dat laat ze niet doen, toch? Ja. Het ziet er alleen een beetje raar uit, denk ik. We hebben 12 foto's met optische illusie of zo. Iets zou het wel zijn. Weet ik veel. Vieze gedachten, dus op het eerste gezicht lijkt het misschien vies, maar het is gewoon een foto die normaal is. Duidelijke shit. Duidelijke shit, man! En als je het fout hebt, zeg maar, dan krijg je een punt. Als je vies gedachten krijg je een punt. Oh. En aan het einde dan... Lekker puntjes erbij! En dan aan het einde... Dat zijn geen goede punten. Maakt niet uit, het gaat om het idee. Oh, kusthooi. Ik bedoel, jammer! Ja. Ja, precies. Jammer! Ik ben even bevraagd, maar helemaal. Ja, je scheelt het vaak doorheen, hè? Nou, nee, joh, misschien hoor. Zeker niet. Ja, jullie wou een video met mij maken, klaag niet maar. Ja, ik ben er wel. Zijn we er klaar voor? Ik ben er klaar voor! Zeker weten. Ja hoor. Gaan we de live beginnen? Zijn we er ready? Ik ben ready. Oké, sowieso. Eerst van. Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet ready. Oké. Je zegt ja, ja, ja. Ik ken deze al. Ja, ik ook. Een hele smerige hoed heeft ze op. Ja, echt. Gadverdamme jongens. Zo 2016. Nou, wat we zien, uiteraard lijkt het alsof iets van zijn hand tussen haar vagina doet, maar het is gewoon haar been die ze zo omhoog houdt. Ja, zo. Ja, dat zag je wel gelijk aan. Ja. Nou, ik weet wat ze mee bedoelen. Oh, lekker man. Maar het ook, maar het ik vind het te onduidelijk. Ik vind het te onduidelijk. Ja, dat is toch gewoon een... Dit moet een vaart aan lijken, maar het is gewoon... Ja, ik zag gewoon een broodje. Ik zeg een, ja, een kebab of zo. Toch? Leuk. Ja, dinges. Je hebt even normaal jij. maar het zou... Gadverdamme, jij hebt meteen een punt. Smeerwap. Het kan zijn een vagina. Gadverdamme, jij hebt ook een punt. Jullie hebben allebei al een punt. Jij zei vagina. Hoor. Ik weet niet of jullie allemaal het... Dit moet een vader aan lijken. Nee, ik was een biologieboek aan het citeren. Oh ja, maar ik ook misschien wel. Zo. Nou, misschien wel eens nee dus. Oh nou, oké dan. Volgende! Oké, zijn we klaar? Ja. Okay, ja, wat moet je op de tomaat praten? Tomaat, ja, ja. Maar de hersenen. Mooi rood. Gadverdamme. Ik hou van tomaat. Ik haat tomaat. Dus tomaat? Ja, ik vind tomaat ook niet chill, maar ik ben mezelf aan het trainen om tomaat lekker te vinden. Hoezo? Door de salade. Ja, want ik bedoel, er was laatst dat ik cherry tomaatje, ik vond ze gewoon oprecht chill. Om mezelf zo'n programmeerde van oké. Als je zoveel mogelijk dingen lekker vindt, dan heb je ook veel meer plezier in het leven. Denk je het? Dat weet ik wel zeker. Als je ziet, als ik eten bedoel je toch? Ja. Maar heb je er meer plezier? Tuurlijk, als je dan zie je iets dat ik niet lekker, dan heb je een extra, dan heb je een negatieve prikkel. Oké, dan. Zo. Ik ga heel diep halen. Ja. Ja, dit is een tomaat. Oh, hier gaan we. Dit is een diep. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja, oké, die ja, dat weet ik wel. Zo leuk, ja. Oh! Ja, ik zie wel een puntje. Ja, ik ook. Ik ja, had hem ook, ja. Ja. Maar hij zei, oh, ik kom de baden! Ik kom baden! Oh, lekker! Halleluja! Ik zit aan het kruis van Jezus! Wat? Oké. Je zit niet eens een kruis. Ja, ja. Wat? Dus kruis, vriend. Oh, kruis. Hoe kruis van Jezus? Oh. Prayers. Prayers. Wat? Gaat op een geloof. Oké, oké. Jongen, ja. Oh. Ja. Ja. Hier. Oké. Okay. Ja, ik zie hem niet. Ja, ik zie het uiteindelijk wel, maar ik zag hem niet instant. Ik moest naar zoeken. Zo bedoel? Ja, die poppetjes, hè? Want, kijk, zo nadrukkelijk hebben ze niet seks. Hij heeft gewoon een bal vast. Ja, en hij likt. Ja, nou ja. Maar dat is maar een bal. Ja, het is echt maar een bal. Wat is dat? Een
kers of zo. Ja. Hij likt een kers. Dat ben ja. Dat doe ik zo vaak. Ja, elke dag. Ja. Kersen likken, lekker. Zijn we weer? Ja. Nee, ik wil niet hoor. Oh, ja, oh, oh. Semi-geinig. Nah, als ik zelf in de supermarkt zou zien, zou ik zeggen, hey, kijk, Squirting is jammer. Ja, daar had je wel die fatu gemaakt. Ja. Ja. Maar het was niet dat ik echt dacht van, hij is echt heel goed. Ik vind hem wel leuk. Ja. Het is gewoon een vrouw in de douche. Oké, volgende. Oké, ready? Wat zijn het nou? China. Jizz lover. Ja. Ik dacht het niet instant. Ik ook niet. Jizz fan, jizz lover. We moesten echt 60 keer kijken. Nou, ik wil over 52 keer moeten kijken. Iets minder dan jij. Maar... Zo heet, jongens. Ik vind het niks. Nee. We hebben geen puntje. Hoeveel punten hebben we nou? Tussenstand. Echt gewoon. 1, geloof ik, hè? Allemaal 1. Allemaal 1. Ja, dat is leuk. Ja. Oké, ja. Jammer. Oké, nou, het volgende. Want jij hebt een punt. Nee, gewoon een USB'tje. Jij ging lachen, dus jij moet een punt, vriend. Smeer. Mag ik niet lachen? Wat zie jij hierin dan? Gewoon een USB-lader. Jij moest lachen. Want wij zagen niks en wij moesten niet lachen. Als je tweeling zijn, reageer je allebei exact hetzelfde. Dus jij had iets vies gezien. Hij niet. Wat is dat voor theorie? Nou, een theorie die mijn punt oplevert. Wat zag jij? Nou, gewoon een buttpluk. Ja, oké, gezicht. Hij punt. Krijgt een punt. Mooi, dan moet je voelen dat je in je race stopt en dan volgens een USB-stick gewoon erin gaat opladen. Dat nog werken? Je gaat niet iets te diep in. Ja, ik denk niet. Nee, die buttpluk gaat te diep in. Ja. Bijna. Dit is een Sherlock. Een schattige vent. Ja, lief hè? Ja, ik zag deze, ik wil best een puntje. Ik wil best een puntje hebben. Yeah. Want ik zag het wel, ik eerst nog wel dacht ik, oh, hij, ja, hij pakt hem wel. Oh, wat dan? Oké, we gaan door. Ja, ik zag hem snel. Oh ja, gewoon een leuk lief hondje. Ja. Ik zag hem, punt voor mij. Een behaarde 100%. Ja. Deze echt een stering aan. Ja, maar snoekje. Je ziet gewoon echt. Het is gewoon echt precies de vorm. Het is echt een hele goede pick. Ja, het is echt een goede. Ik kan wel zeggen, maar ja, het is gewoon een goede pick. Ja, goed behaard, zeker. Zou een chick het fijn vinden als je pick dus zo behaard is? Nee, ik weet het niet. Hoe zou je meteen denken? Ben jij een chick? Nee, maar ik denk, je zegt wat denk je. Ja. Dus ik zeg wat ik denk. Ja, oké. Ik zeg nee, dat denk ik niet. Jezus, gaan we vechten. Ja, kom dan. Je hebt gelijk. Zo ver. Hoeveel punten heb je nou? Ja, we hebben soms wel. Ja, drie. Nee, ik heb 4. 2. Jongen, ik heb net zoveel als jij. Je hebt zelfs 1 minder. Nee, ik heb eentje minder. Jij geeft jezelf. Ik heb eentje minder. Jij hebt geen punten. Nee, met een meisje en het broertje, die heb ik niet. Toen had jij wel een punt. En nu heb je deze weer, ik ook niet. Dus ja, dan sta je gewoon 1 punt. Deze voor heb jij niet. Jongen. Laat me comment weten of hij een punt verdient. Ik zou zeggen, ja, doe maar. Oké, volgende. Jij wel. Ja, ik zie gewoon een pik. Ja. Ik doe eerlijk in. Ja, deze is wel leuk. Ja, ja. Ben ik doe eerlijk in. Ja, maar dan zou je dit doen. Zou je het zelf niet door hebben? Dan is dit huis is. Ja, dan denk ik toch echt, ik werd een lullig mietje. Maar god. Oké, valt toe. Ja, maar echt hoor. Heb je voor een paar miljoen zo'n villa, dan komt je vriend erbij. Hé, hey, gewoon nog echt. Oké, je hebt een keer wat? Ah, dat had ik nog niet gezien. Bedankt. Bedankt voor het, volgende. Ja, oké. Oké. Okay. Ja. Dat is leuk. Moet je van houden. Die is lachen. En ook hij gewoon erbij echt zo lachen zo. Ja. En niks door hebben. Ja, wel respect dat gewoon openbaar gewoon zo lekker aan zijn worst laat. Leuk. Ja. Mag ik verder? Ik heb mijn punten kwijt. Volgens mij heb jij verloren. Nee, jij staat een puntje voor. Ik heb 4. Ja, respect voor de ouderen. Ik moet minder punten hebben. Als een val ik dood neer van te veel punten. Ja, precies. Nou, oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik snap niet wat je bedoelt. Ligt naar mij even. Ja, die is ook leuk, maar...
Ik heb een puntje. Ja, als je bek open. Ik geef bij deze mezelf geen punt. Ja. Want ik moest zoeken. Ik moest naar zoeken. Ja. En ik zag eerder zeg maar een beest die hem aanviel. En toen dacht ik, oh ja, die kan erin zien dat hij geneukt wordt. Even grof gezegd. Ik vind het leuk. Ik heb, ook wel weer een puntje. Eigenlijk. Oh, afgelopen. Oh, oké, maar nu heeft de punten. Laat me shit aan. Dus vond je het leuk om te kijken naar deze video? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Boris en een leuke reactie achter te laten. Deel het met je vrienden. Volg ons ook op social media. Link is ervan, staat in de beschrijving. Abonneer ook op onze grote vriend. Facebook. Omdat je haar altijd zo goed zit. En... ja? En doe wat leuks met hem. Like. Abonneer, tot de volgende keer. Anders zijn we het niet meer. Oké.